Hallo, mannen. Wie ben jij? Ik ben Dirk van Dalfsen. Dirk, wie zit er naast je? Paul. Paul, wat ga je doen vandaag? Ik ga zo meteen naar school. Ik had al zo'n vermoeden. Ja, dat dacht ik ook wel, ja. Wat voor school ga je naartoe? Friesland College. Ik moet daar licht gaan doen voor mijn schoolopleiding. Heel simpel. Je moet licht gaan doen voor je schoolopleiding? Het is een, hoe heet dat? Het is zo'n theateropleiding dat je belichtingswerk doet en geluid en daarnaast ook nog film en zo. Ja. Ook beeldwerk, daar ben jij goed in? Nou, goed in wil ik niet zeggen, maar ik volg de opleiding met plezier. Ja. Dus. En je hebt altijd gehoopt een keer op televisie te komen? Ja, het is al een paar keer gebeurd, dus dat scheelt al. Al een paar keer? Nou, vertel er eens wat over. Hier, ik geef jou gewoon de microfoon, want je bent al ervaren, dus vertel er maar eens wat over. Nou, gezellig. Ja, ik kom oorspronkelijk uit Hilversum. Denk aan je camera, denk ik. Ik kom oorspronkelijk uit Hilversum en ik heb daar vrienden, kennissen wonen die in het media werken, in het mediapark. Ja. En ja, zo ben ik af en toe een paar keer als kleinkind mee geweest naar de NOS-studio's. En daar gewoon even kijken hoe het daar allemaal is en zo in zijn gang gaat. En ja, later op een leeftijd heb ik de keuze genomen om theatertechnici te gaan doen. Okay. En beeld, licht en geluid te gaan volgen. En een beetje in die richting ook blijven gaan zoeken later. Dus niet voor de camera? Nee, het liefste niet. Nee, het liefste achter de schermen. Dat ik heb het gevoel dat jij in goede tijden, slechte tijden hebt gespeeld. Ik heb als klein kind wel eens figurant meegedaan. Maar ja, dat is geen grapje. Maar voor de rest niet. We hebben een bekende Nederlander in de trein. Ik wist het, ik zag het, ik herkende het gelijk. Wat grappig. Nou, wat leuk. Moest je ook iets zeggen toen? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar, nee, het was gewoon meer figurant. En jij, wil jij nog eens voor de camera? Of zeg je van nou, Dit is de richting die ik nu heb gekozen, is net wat voor mij. Ja, het is zeker wat voor mij. Ik ben gewoon liever de man achter de schermen en zo. En gewoon zorgen dat alles gewoon goed komt. Vind ik veel leuker dan, ja. En waarom heb je nou zo'n immens grote koptelefoon? Tegenwoordig zijn het allemaal van die kleine dingetjes in je oor. En jij zit hier met een paar kleppen op je kop. Het is beter voor je gehoor. Het is sowieso beter voor je gehoor, dat sowieso. Ja, het heeft gewoon beter geluid dan al die crappy oortelefoontjes en zo. Dus ja, liever zoiets dan slecht geluid. Ik dacht dat het alles te maken had met image. Dat denk ik ook, dat het wel een deel met image te maken heeft, ja. Maar voor mij, ik weet, die dingen zijn gewoon beter voor geluid en om muziek af te luisteren. Dus ik ga ook voor die dingen. Nou, hey, bedankt voor dit gesprek. En goede reis nog vandaag.